We zijn vandaag bij de regionale muziekdag. En dat is een dag die het Prinses Christina Concours organiseert op meerdere plekken in Nederland. En dat doen we om muziekdocenten bij elkaar te brengen. Met het wegvallen van muziekscholen is het steeds moeilijker geworden om elkaar te ontmoeten, om te praten over de lespraktijk, over de vakinhoudelijke zaken. En het Prinses Christina Concours wil graag in dat gat stappen en die verbinding tot stand brengen. De dag bestaat uit een aantal onderdelen. Zo hebben we een aantal sprekers uitgenodigd, partners van het Prinses Christina Concours. Ook de top van de amateurmuziek heeft behoefte aan nieuw talent. De manier van lesgeven is heel erg aan het veranderen. Iemand die enthousiast een liedje kan schrijven, iedereen is echt welkom. We bellen. We hebben echt een docententeam wat we eigenlijk bijna niet compleet krijgen, omdat er gewoon geen docenten voor te vinden zijn. Ik denk dat we met het wegbezuinigen van muziek uit ons onderwijs vandaan, dat je een deur hebt dichtgegooid die niet meer vanzelfsprekend open gaat voor kinderen. Dus het moet duidelijker een onderdeel worden van het dagelijks bestaan op school. Ik vond het heel inspirerend. Je merkt met name dat je, als je met andere mensen erover praat, zo weer rechtstreeks in de ogen kijkt, dat je meteen andere ideeën krijgt en ook vooral energie. Het netwerken was interessant, want ik heb verschillende mensen van verschillende soorten organisaties gesproken. Docenten, cultuurorganisatoren en mensen die in het onderwijs zitten. Ik zou er volgend jaar zeker bij zijn, omdat je heel leuke mensen kan ontmoeten uit het werkveld. Het is interessant, het inspireert. En het is belangrijk dat we met veel mensen zijn om te staan voor het belang van muziek en cultuur.